We zijn hier achter het gebouw van de Stentor. En hier ligt een grote vijver met ook wat kleinere stukken water. Ik ga eens even kijken of het ijs hier dik genoeg is inmiddels om overheen te lopen. Er ligt ook isolerende sneeuw op, dus ik weet niet of het echt weer heeft gegroeid vannacht. Nou, eerst maar eens testen met een steen. Ja, het is nog niet zo dik. Het is nog niet zo dik, dat hoor je gewoon aan het geluid, hè. Wow. Nee, hè. Nee. Nou. Oep. Ja, dit is ijs. Hieronder zit het ijs. Nee, het kraakt. Ik geloof niet dat ik het durf om hier erop te gaan. Ik ga nog een keer proberen met een steen. Want ik zie daar het water eronder doorkomen en ik hoor het dusdanig kraken. Nee, nee hoor. Nee. Dat kan nog niet. Mensen, het is bewezen. Ga nog niet op een natuurreisje in Apeldoorn en omgeving. Het is simpelweg nog niet dik genoeg. Nou, proberen om even te meten hoe dik het ijs hier daadwerkelijk is. Het zogenaamde sneeuwijs. De steen is er vanaf. Je kunt het hier voelen. Ja, ik kan er natuurlijk heel diep insteken, het zegt niks. Maar het is gewoon, kijk, tot daar. Zo. Niet dik, maar het water is wel ontzettend koud. Oh,